Hey allemaal en welkom bij een gloednieuw avontuur hier op DDC. Ik weet het, veel verschillende series, veel uploads. Jullie willen het, dus we doen het. Het is tijd om een keer wat anders te spelen dan wat jullie bekend zijn. Jullie kennen Mytopia, jullie kennen inmiddels de Prison Server, jullie kennen inmiddels Planetcraft. Hebben we daar ooit van gehoord van Planetcraft? Ik dacht dat wel. Gaan we die doen? We gaan iets oldschools doen. Oldschooler als dit wil, haast niet. We gaan terug naar Skyblock. En zoals je ziet zitten we hier op Skyblock, op PrimeMC, want die hebben wel heel erg veel vette opties. Dus ik dacht, we gaan samen met mijn opnamemaatje Sander, gaan we dit spelen. En Sander, dames en heren, is inmiddels een expert, hè Sander? Zo, dat wil je niet weten. Ik weet alles van Skyblock. Hij heeft totaal een documentje naast hem met alle commando's en je kan al, ja, precies. Sander, we zitten hier op Skyblock Void. Dat is handig om te weten, want er zijn er twee. Je hebt Cloud en Void en wij spelen op de versie die als het nieuwste gereset is. Voor mij begin februari is die gereset. Dus ja, 3 of 4 of zo dacht ja, ik inderdaad. Precies, precies. Balance is 0, mijn votes is 0, mijn rank is YouTube. Ik ben geen owner, ik heb geen level, ik heb geen members. We moeten helemaal vanaf scratch beginnen. En het begint bij mij een beetje te kriebelen, want ik weet nog dat het werkte met lava dingen en dergelijke. En vervolgens moest je, oh my god, ik heb zoveel Skyblock gespeeld en het ging eigenlijk altijd fout, Sander. Ben je zo'n noep, ja? Het is echt heel erg. Laten we gelijk beginnen met een eilandje te maken. Of moeten we hier nog dingen bekijken? Nee, het is niet heel veel bijzonders. Behalve dat ik hier een daily reward zie. Ja. Ik wil vast iets mee kunnen. Even kijken. Daily reward. Day one. Hé, hey, ja, $1000. Hoppa. Ik heb $1000. Ja, ik ook. Oh, ik dacht dat je dat ze allebei dag 1 hebben, denk ja, ik. Ja, precies, precies. Nou, er zitten hier toevallig wel heel veel Vanish. Hey Daan. Daan, kom, we gaan een liedje zingen voor Daan, Sander. Daan wou graag in beeld. Dat is de titel. Ben je klaar voor? Ja, denk het. Daan wou graag in beeld. Maar Daan. Doe maar, Sander, maak hem af. Kwam niet in beeld? Oh jawel, want daar is wel een beeld. Had nog geen guild. En Daan wou met Sander chillen. Maar toen ging ik heel hard gillen. En Sander rende weg. Toen waar? Dus had die Daantje pech. En Daantje ging naar zijn eiland toe. En Sander wordt heel erg moe van het liedje wat David zingt. Dus we gaan gelijk beginnen voordat Sander zijn onderbroek stinkt. Oké, we gaan aan de slag. Waar moeten we als eerste naartoe? Nou, jij moet even /island moet je typen. Slash Island. Mag /island ook? Oh, ik heb hem al aangemaakt. Jij wel. Oh my god, ik heb echt het lelijkste, stomme, klote eilandje ooit. Sander, dit is echt verschrikkelijk. Ja, maar kan je mij tp'en of iets? Ik moet jou inviten, denk ik. Ja. /invite misschien. Invite Ben Dirt. Hey. Oh, we hebben allemaal een mooie start-itempjes, maat. Kom er lekker bij. Accept. Nou, dat werkt niet zo. Oh nee, yes. Ja. Mensen hebben niet gezien dat ik zo noob ben. Ik ga weer even uit Vanish. Ik heb trouwens allereerst hier een paard. Ik weet niet wat we ermee moeten. Ik wil niet dat je hem eraf duwt. Maar we kunnen er waarschijnlijk van alles mee. Dit zijn onze start-items. En we hebben dus lava en 2 ice. Dat is super chill. Want dan kunnen we onze cobblestone generator moeten maken. En ik denk, afgezien van dat ik natuurlijk wil dat spelers hier ook lekker komen spelen. Hier, let op. Wie is hier Nederlands? Vet erg veel mensen volgens mij. Wat doe je? Wat doe je? Niet doen, niet doen! Sander, appels! Ja, ik wil zeppelins hebben. Krijg je die als je ze kapot slaat? Ja, ook toch? Ik weet het niet. Ik heb echt geen flauw idee. Oh. Moet je kijken hoe vet. Bij. Oh, dan stekt het. Oh. Handig. Dat is handig. Oké, deze bordje gaan we ook kapot maken. Hoppakee. Ja, ik denk, we moeten gewoon wat resources hebben. Dus ik begin alvast. Want waar ik echt een hekel aan heb, Sander. Ja? Als je dat doet, is items verspillen. We willen niet verspillen. Dus we maken, ja, precies. Maak eventjes een mooi rondje eromheen. Huppakee. Ja, precies, want anders valt de boom misschien nog helemaal naar beneden. Doe gelijk even de onderste laag ook, als je wil. Of is hier geen onderste laag? Wat gebeurt er? Ik weet niet, maar ik heb lag, maat. What did you do? Oh. What did you do? Ik niks, ik kwam best vuurwerk. Je hebt Berserk gebruikt. Wat heb ik gebruikt? Berserk. Berserk? Ja. Ik weet niet hoe je het gedaan hebt, maar dat heb je gedaan. Mensen, anyway, wat ik dus zei. Leuk als jullie hier lekker komen spelen, uiteraard. Kunnen we waarschijnlijk
eilanden van mensen gaan bekijken. We kunnen uiteindelijk challenges gaan doen. Ongetwijfeld zit er ook een PvP-variant hierbij. Dus daar gaan we zeker even kijken hoe goed Sander mij kan beschermen tegen alle fans. Want ik werd alweer een klein beetje herkend, zeg maar. En wij moeten ook persoonlijke goals voor onszelf stellen, Sander. Ja. Willen wij rijk worden? Willen we gewoon heel erg veel balance hebben? Willen we een hoog eiland level hebben? Dan moeten we spawners hebben en donaties aanzetten op een gegeven moment. Of zeg je, nee, dat vinden we allemaal niet belangrijk. We gaan er gewoon een mooi eiland maken. Maar kunnen we er niet een beetje een combi van maken? Kijk, in die top komen, dat gaat denk ik heel lastig worden. Want ja, daar mensen, spelen we niet genoeg voor. Mensen zijn echt no life, jongen. Dat wil je niet ja, weten. Precies. Stek jij nou dat op mijn deur? Misschien. Wat? Ik kreeg er maar niks bij. Wat ga je er tegen doen? Ja, niet veel denk ik helaas. Oké, we hebben al iets meer ruimte hier. Dat is al helemaal super. Hey, maar dat berserk, daar moet je mee oppassen hoor. Want ik zag gewoon helemaal niks meer toen je dat net deed. En... Kan ik dat nog een keer doen? Nee, doe het niet. Dan komt er allemaal vuurwerk, maat. Hup. Nee, maar ik denk dat we wel een beetje een combi moeten doen. Dus we willen kijken, misschien kunnen we plek 10 halen in de toplijst. Ik denk het niet. Met een mooi eiland. Ik denk het niet. Voor mij gaat het nooit een keer lukken. Oh, daar ging mijn deurt. Kijk, we hebben nou een prachtig mooi plateau. Ah. Wat? Ja, dat paard loopt bijna naar... Oh, hij loopt goed. Ik heb trouwens de... Hoeveel saplings heb jij? Niks nog. Ik heb maar 1 sapling. Nou, maar er liggen nog heel veel leaves in de lucht. Paard, als je mij aan de kant duwt, jongen, ik zweer het je. Ik maak rookvlees van je. Oké, ik ben door mijn dirt heen. Heb jij nog dirt? Ja. Trouwens, is het wel eens handig dat we dirt gebruiken? Nee, dat is heel zonde, denk ik. Voor mij kunnen we... Oké, we moeten het even als volgt doen. We gaan beginnen met een prachtige mooie cobblestone generator. Heb je nog dirt over? Ja, ik heb er nog 16 dirt over. Weet je nog hoe je het maakte? Ja. Even kijken, we moeten 3 overhouden, zo. 3? Oh ja, zo ja. Ja, en dan... Aan één kant water en aan één kant lava. Ja. En dan... Aan de andere kant lava erin. En dan zo. Is dit? Is het letterlijk zo makkelijk als dit? Denk het. Maar anders zijn we onze lava kwijt, hè? Dan kunnen we in creative. Dus doe je ding. Ja, zeker? Ja. Oké, komt-ie. Oh, okay, als het goed is, kan ik deze met een emmertje oppakken. En dan heb ik weer lava. Oh, goed. Dus. Dit... Maar wat doen we dan verkeerd? Nou, volgens mij moet je hier even dirt zetten. Hier zo. Ja. Voor mij moeten er 2 blokjes tussen. Kan ik bij rekenen. Ja. Ja. Hup, zo. Tot het water weg is. Dan moet dit Oh, die dirt pakken we wel even op, hè. Dat is goud waard. En ik denk als je deze dan wegtikt, dat het wel kan. Want dan kan die namelijk niet bij de bron van de lava. Hé. Hey. Oh. Nou, het werkt wel. Ja, maar... Nou, gewoon zo doet. En dan deze open. En dan kunnen we hier hakken. Nee, want zo pakt die weer zo meteen dat ding, toch? Je hakt... Oh, hebben we eruit een pickaxe dan? Nee. Hebben we nog hout ervoor? Ik heb hout. Ik heb hout. Ja, ik ga een pickaxe maken. Een hele mooie pickaxe. Een workbench. Huppakee. Oh. Dankjewel voor de workbench. Ja. Ik maak hem zelf wel. Plaats hem maar even. Foutje. Weet je wat trouwens het makkelijkste is hierbij? Nou? Een trucje die ik op ons survival zet je erachter, want dan kun je niet doorheen hakken. Wat ja, heel moeilijk al. Ja. Ja. Oké, dan pakken we stickies. En huppakee. Dat doen we zo. Dat doen we zo. Dit is net alsof het gewoon terug 2012 is, hè? Oké, ik heb de pickaxe. En we gaan hakken. En het wordt fucking weer... Sander. Wat doen we nou verkeerd? Wat doen we nou verkeerd? Ik denk... Mensen zijn ons sowieso aan het uitlachen nu, hè? Ik denk dat ik het probleem weet. Volgens mij... moeten er aan beide kanten 2. Dus... Weet zeker? Nee. Heb je nog een blokje voor... Oh, ik heb wel een blokje voor jou. Nee. Ja, zo ja. Oké, hoppakee. En ik denk, nou kan die beide niet bij de bron, right? Dit moet toch werken? Nee, het was anders. Sander, ik weet het. Ik weet wat we moeten doen. Nou? Oké, let op. Hier moet een blokje even. Op de lava. Ik haal het wel even weg. Ik haal het wel even kan weg. Het zeggen. Nee, ja. Komt helemaal goed. Wat we moeten doen, is we moeten hier moet de lava doorheen stromen. Zo. En dan, dat naar beneden valt. En dan kan het water er niet bij. Denk ik. Fuck! Hoe krijg je nou een volledig stoomblok dan ook? Is dat willekeurig? Dat is random volgens mij. Ik denk dat... Nee. Paard! Wat gaat hij nou doen? Voor mij kan die ook niet dood. Ik weet wel dat dit blok in de weg zit. Dus we moeten...
We doen hem zo. Zo, hallo? Zo. Je hebt nog wat dirt ook, hè? Ja. We moeten heel even het water pakken even op. Dan moet dit even weg. En dan doen we daar het water. Zo. Oké. Okay. Vervolgens doen we hier zo, dat het water instroomt. Dan gaat dit even weg zo. En, oké. Dit ziet er goed uit, toch, Sander? Ja. Want het water, dat is het probleem. Nou denk ik, als jij die workbench nou hier neerzet, hè. Doe dat eens. Eentje opschuift, ja. Ja, doe maar eens. Ja. Dan pak ik de lava even op. Dit is echt, hoe lang hebben wij dit al niet gedaan? Oeh, hij viel er bijna vanaf. Oké, goed zo. Ik heb hem, ja. Heel mooi. Dan doen we deze heel even weghakken zo. Hebben we niks? Oeh. Oké, daar moet dirt. Ja, die heb ik. Hop, ja. Heel goed. Nou wil ik eigenlijk dan de lava hier zo plaatsen gewoon. Dus dan moet hier nog een blokje. Niet daar. Hier. Nee. Hier. Ja. Dan mag die heel even weg. En dan mag je even op de plek van hier, mag je gewoon een blok plaatsen. Gewoon dirt of zo, als je het hebt. Ja. Oké, komt die man. Dit is hem. Denk ik. Denk je niet? Dat hebben we toch al gehad? Nee, want het water stroomt deze keer niet door. Kijk, 1, 2. Hey, paard, ga even fietsen of zo. Oh shit, ik moet trouwens ondertussen die zeppelins plaatsen bedenken in één keer. Hoeveel heb je daar? 2. Oké. Het valt mee. Dus dit kunnen we gewoon lekker gaan hakken. En ik denk dat het ook een heel mooi begin is van ons prachtige mooie eilandje. Zie, daar komt hij gewoon terug. Maar de vraag is... Oh my god. Ja, hier zit ook gewoon een gat, hè? Ja. Hey! Nee, die fix ik. Maat! Hey, Emerald! Ja, die kan ik niet hakken! Fuck! Oké, deze moeten we even vernietigen, jongens. Emerald, maar dat is hoe je dus... Zeg maar de generation van dit soort blokken, die gaat dus automatisch. Daar komt het eigenlijk op neer, fucking hell! Hoe dan? Wat Sander, doe je nou? Nee, oh my, maat. Dit gat moet er niet zitten. Echt niet. Wel zitten, bedoel je? Nee, die moet er niet zitten. Als je dit... Oké, wacht. Die maak ik net dicht. Ja, maar dat gat moet er wel. Geef mij eens een dirt. Ik ga het voor jou proberen te fixen. Ja. Dat is mijn laatste dirt, trouwens. Nee, want als ik dat doe, dan gaat het water weg. Shit. Het is prima als we dit willen dichtgooien. Maar het water moet naar beneden stromen. Snap je dat? Ja, ik volg je. Oké. Dan ga ik het even als volgt. Dit is super, super onnodig ingewikkeld. Maar ik ga het toch op deze manier... Maar het kan nog veel makkelijker. Volgens mij is het letterlijk gewoon stromend water op 2 blokjes en gewoon een volledige lava. Nee, Sander. Lava. Nee, Sander. Nee. Oké, ik ga met gevaar voor eigen leven ga ik dit proberen te fixen. Als je dat water weghaalt, ik zweer het je. Kijk, dit is voldoende zo. En dan gaan we het water weer oppakken. En dan gaan we deze pakken. Ja. En dan gaan we deze pakken. En dan plaatsen we hem daar. Vind je het mooi? Oké. Okay. Dit gat zetten we weg omdat jij Sander heet. En dat is levensgevaarlijk. Oké, goed. Nou, dan kan deze kan weer terug hier naartoe. Maar je moet niet dat gat zomaar weer dichtgooien, want dan krijg je dus dit. Ja, pas op voor dit gat. Wat gat? Ja, hier is nog een gat. Waarom? Ja, ik dacht dat we nog iets dieper konden van het eiland, maar laat. Oké, let op. Als we deze nou wegslaan... Oh, nee. Nee! Oh. Wacht even. Water hier. Ja, water. Dit die heb jij. Dit is stressvol, dit, hé. Ik heb ook gewoon geen eten. Helemaal niks. Dit is de slechtste start ooit. Kijk, en dan is hij altijd goed, Sander. Maar dat komt omdat het gat in het water zit. Snap je? Je moet met je... Wow. Ja, ik kan die niet hakken! Dat is zo zonde, hè? Ik heb niet eens genoeg stone voor een pickaxe. Dit is echt heel sneu. Hoeveel stone heb je? Wacht, hoeveel stone heb je? 0. Oh. Ik krijg die diamond block ook niet. Waar is mijn... Maat! Maar het gaat in de lava... Nee, het zit eronder. Het zit in dat gat wat je gemaakt hebt. Ja, dat weet ik. Echt waar? Ja, hier. Oké, ik hak er nog even een paar dat we in ieder geval genoeg hebben voor de volgende pickaxe. Want dit worden lange nachten voor ons, Sander. Ik voel het aan mijn water. Voel je het ook? Ik heb er nu al zin in. Heb je niet zo negatief? Dit is gewoon even werken voor een zakje geld. Jij dacht, dit komt zomaar. Nee. Je moet... Dat had ik dit wel is, dit is wat spelers dus... Wacht even, hoeveel stone heb jij? 2. Geef. Alsjeblieft. Alsjeblieft je stone willen geven. Ja, alsjeblieft. Geef. Oké, hier is dat ding. En dan pakken we zo. Dan hebben we gelijk ons eerste iron. En we moeten natuurlijk een beetje omhoog teren met de toeltjes. Kijk, en dan kunnen we deze wel hakken. Hoppa. Mag ik dan jou die stonen? Nee. Wat wil je ermee?
Dat weet ik nog niet, maar ik voel me een beetje useless nu. Ik vind het gaaf trouwens, dat als je iets op de grond gooit, dat er staat wat het is. Ja, en hoeveel het er zijn. Dat is toch cool? En handig. Ik zie een update bij Planetcraft aankomen. Nee, ik vind het gaaf, jongens. En ook, we zijn ook gelijk bij het einde van de video. Het IP staat al altijd in beeld, dus dat is handig. Dan hoef ik het niet te doen. En we hebben nog steeds niet genoeg iron voor Diamond. Wij moeten dit een tijdje blijven doen. Lekker grinden. De volgende aflevering gaan we het waarschijnlijk over onze plannen hebben. En dan zullen we ook gauw een huisje moeten maken. Want Sander, we hebben niet eens eten hier. En de helft verbrandt gewoon in de lava. Dat is eigenlijk best wel zonde, toch? Ja, maar ik denk nog steeds dat hij anders moet, maar... Dan maak jij hem zometeen lekker anders. Dames en heren, bedankt voor het kijken. Vergeet niet even een like achter te laten. Kom lekker spelen op play.primemc.org. En dan Skyblock Void. Cloud vinden we stom, Sander. Ja. Mensen die op cloud dit zijn, dit wordt een Nederlandse die server. Noemen we Cloudies. En dit zijn de echte coole kikkers die hier zitten. Kom er lekker bij uiteraard, jongens. Vergeet niet even te abonneren op DNC. En dan zien we jullie deze week nog met een nieuwe aflevering. Want er komen 2 Skyblocks per week online. Helemaal voor jullie. Oeh. Bedankt voor het kijken in ieder geval, jongens. Zeg even wat je vindt van Sander's onderbroek. En dan zie ik je graag bij de volgende aflevering. Doeg!